Hebben jullie het gevolgd? Ja? In de Tweede Kamer? Ja. Daar kwam die Lilian Marijnissen. Die kwam met het voorstel, want die zegt, ja, we moeten gaan bezuinigen, zegt de coalitie. Dus laten wij dat ook doen. Laten we eens gaan bezuinigen op het salaris van de Tweede Kamerleden. Nou, en de Tweede Kamerleden, wist ik ook niet, die verdienen dus 120.000 euro per jaar. Wat mij betreft kunnen die mensen niet genoeg verdienen. Laat ik dat voorop zeggen. Want, ja luister, wie wil er anders nog in die Tweede Kamer gaan zitten, vrienden? Ja, je wordt bedreigd, je wordt beledigd, weet ik veel. En je moet behoorlijk hard werken, dat is gewoon zo. Dus ik denk bij mezelf, laat die mensen dat nou maar verdienen. Want anders gaat niemand dat nog doen. Gaat niemand meer de politiek in. Dus, dat heb ik vooraf gezegd. Oké, 120.000 euro. En die Marijnissen die zei, laten wij nou het goede voorbeeld geven als Kamerleden en we gaan inleveren. Ja, we gaan een derde van het salaris, dus 40.000 euro, hup, die gaan eraf, die gaan we inleveren. Nou, en ja, toen werd ook een motie ingediend. Ja, door Marijnissen. En dan gingen we stemmen. Nou, dat ging niet goed hoor, natuurlijk. Er waren alleen voor, was Forum, geloof ik, en PVV en BBB en nog twee, geloof ik. En de SP natuurlijk en nog iemand. En dat was hem. En verder niemand. Nee. En wie was er dus tegen? Kijk, en hier gaat het dus om, hè. En dat irriteert me dan. Dat degene die niet had mogen tegenstemmen, bijvoorbeeld, het is GroenLinks. Ja, Knulletje Klaver, die staat ook altijd voorop met, ja, nee, we moeten wel eerlijk delen in de maatschappij. En nee, we gaan niet, al die bedrijven met al die grote winsten, en dat moeten ze allemaal inleveren. En ja, ja, maar nog erger. Nog erger dan Knulletje Klaver is Atje Dubbel T Kuiken. Ja, Dubbel T. Dubbel T. Zij is het altijd geweest die met grote koeienletters op de voorhoofd heeft staan. Eerlijk delen. Nee, we moeten eerlijk delen. Een miljonairs, iedereen die veel verdient, ja, daar moeten we ook geld van afpakken. Die moeten meer belasting betalen dan iedereen. En ja, want we gaan eerlijk delen. Ja, dat is Atje Dubbel T. En waar blijft Atje Dubbel T nu? Dan komt er een motie en dan mag ze salaris inleveren. Dan kan ze eindelijk eerlijk delen. En nee hoor, ja, als het te dichtbij komt. Als het te dicht in de eigen portemonnee komt, ja, dan stemt Dubbel T tegen hoor. Ja, dat wil Dubbel T niet hebben. Nou vrienden, hey, so much en zoveel voor eerlijke politiek.